Zet je in en kom in actie voor drie goede doelen uit Nijkerk en het 3FM Serious Request. Let's get the party started. Er was vanmiddag een presentatie over de bedrijventerreinen Akerpoort, Spoorkamp en de Vlier. Laten we beginnen met de Vlier. Daar hebben nu twee bedrijven aangekondigd zich te gaan vestigen. Biezen en de Vries. Allebei in de foodsector. Is het de bedoeling dat de Vlier een foodsector bedrijventerrein wordt? Nee, dat hoeft niet per se. Meerdere bedrijven kunnen daar zitten. Qua milieucategorie kun je daar gaan tot 4.0. Dat is vrij hoog. Dus meerdere bedrijven kunnen zich daar vestigen. Niet specifiek food gerelateerd. Maar gezien Nijkerk en de Food Valley is het natuurlijk voor Nijkerk wel een heel goed punt dat daar nu veel foodproductiebedrijven komen te zitten. Nou heeft u die twee gescoord, om het zo maar te zeggen. Zitten er nog meer in de pijplijn voor de Vlier? Wij zijn op dit moment met een stuk of 5-6 gegaarden nog heel serieus bezig. Eén gegaarde specifiek voor de Vlier, een andere specifiek voor Akkerpoort. Er zijn ook twee contracten nu voor onderweg, dus dat is een vrij ver voor het stadium. De andere gesprekken zijn gaande en u zal begrijpen dat ik daar nu op dit moment geen mening over kan doen. Maar ik ben daar wel hoopvol over gestemd. En bij de Akkerpoort, wordt dat van Duinkerken? Daar zijn we ook mee in gesprek, heb ik ook gezegd. En meer dan dat kan ik er ook niet over zeggen, omdat we alleen mee in gesprek zijn. Nee, maar de aankondiging van de Akkerpoort was dat het een bedrijventerrein moest worden voor bedrijven met hoogwaardige banen. Van Duinkerken, stel dat die er komt, dat is leuk. Vreugdeel is denk ik wel heel hoogwaardig. Volvo is een autoverkoper, waar blijven die hoogwaardige banen? Nee, maar dat wordt zeker, maar nou vlak zelf van Volvo ook niet uit hoor. Als je tegenwoordig een koplaan moet gaan vervangen, moet je vrij hoogwaardig gespecialiseerd personeel hebben, want dat is ook een hele ingewikkelde klus. Dus daar ben ik wat de Akkerpoort betreft totaal niet bang voor. Maar het moet een andere uitstraling hebben, andere kaliberbedrijven hebben dan bij de Vlier. Daar zit meer industrie. Dus die twee samen zijn de goede combinatie voor Nijkerk. Dan hebben we nog de Spoorkamp tenslotte. Daar noemde u in uw opzomming twee kerken die er staan, een school, een paar bedrijfsgebouwen. Ik miste het zwembad. Er wordt aan gedacht om een nieuwe zwembad op die locatie neer te zetten. Ook daar zijn nog gesprekken over gaande, maar de raad moet er uiteraard nog een beslissing over nemen. Maar dat zou tussen Nijkerk en Hoevelaken een mooie locatie zijn, ja. Alles bij elkaar, bent u tevreden? Ik ben in de huidige economische situatie zeer tevreden, maar het kan altijd beter.